Yo mensen, mijn naam is Mick en vandaag gaan we kijken naar dingen die je nog nooit gezien hebt. Voordat we gaan beginnen, ik heb gehoord dat één iemand die mijn video's kijkt nog niet geabonneerd is. En misschien ben jij het wel, dus abonneer even op mijn kanaal. Laten we nu gaan beginnen met deze extra lange video speciaal voor jullie. Dit zijn dingen die je nog nooit eerder hebt gezien. Heb je ooit dit gezien? Letterlijk, dit is iemand die, of eigenlijk niet iemand, dit is een machine die de kaarten verdeelt. Nooit meer zelf schudden, nooit meer de kaarten verdelen. Deze machine doet het gewoon. Dat maakt spelletjes spelen oprecht wel wat leuker. Of bijvoorbeeld dit bed. Dit is letterlijk een bed die van water is gemaakt, waar vissen doorheen zwemmen. Bro, ik zou echt niet chill slapen op dit bed. Zoiets heb ik echt nog nooit gezien. Of heb je ooit iemand gezien met zo'n lange nek? Deze nek is oprecht gewoon echt heel erg lang. Zeg maar, ik denk dat dit gewoon 3 keer mijn nek is. Bro, hoe kan je zo'n lange nek hebben? Ja, blijkbaar dat ding dat ze om hun nek heen heeft, dat kan je dus gebruiken om je nek langer te maken. Ja, ik denk dat ze heel veel geduld moest hebben daarvoor. En dit is lava versus ice. Heb je ooit lava op ijs zien gaan? Ik nog nooit. Nou, dit gebeurt er dus blijkbaar. Dit zag er veel minder spectaculair uit dan ik dacht. Maar oh, wat gebeurt er? Zeg maar, ik had echt verwacht dat het ijs echt gewoon zou verdwijnen als, ja, als gewoon veel sneller. Maar blijkbaar wint het ijs gewoon van lava. Het lava is gewoon afgekoeld en het ijs staat er nog. Ik dacht dat ijsklontje is gewoon gone. Maar blijkbaar niet. Lekker een kopje koffie op een wel hele speciale plek. Why, yo? Hey, ik dacht dat ik een mooi uitzicht had toen ik 20 hoog woonde, maar dit is next level. Ik zweer het je, als hij door zijn raam kijkt, ziet hij gewoon letterlijk een vliegtuig zo gaan. Ik ben bang dat ik zo'n uitzicht helaas ook nooit ga zien. Waves frozen over in Chicago. Wat? De zee is letterlijk bevroren. Wow, dat is echt heel erg cool. Zoals je ziet zijn letterlijk de golven bevroren. Echt enorm vet. Ik woon dicht bij de zee en ik heb dit nog nooit gezien. Dus dat is bijzonder. Oh, gaan we een kleur zien die we nog nooit hebben gezien? Of wat gaat hier gebeuren? Hij gooit iets in de blauwe verf. En nu, hij slaat de deksel erop. Wat? Ik ben zo benieuwd. Hij stopt het in de automaat. Wat gebeurt hier? Ik weet niet, maar ik ben wel heel benieuwd. Want blijkbaar heb ik dit nog nooit gezien. En het heeft met kleur te maken. Dus dat vind ik heel vet. Oh my god, het is gewoon neon, neonkleur. Wow, dus je kan hier gewoon je muur mee verven. En als het dan donker is, dan geeft je muur gewoon licht. Dat moet je niet in je slaapkamer doen. Zo'n auto heb ik nog nooit gezien, dat klopt helemaal. Dit is oprecht een hele coole auto. Dit lijkt oprecht gewoon op een auto van de toekomst. Ga je nog rijden? Nee, de auto gaat niet rijden. Misschien kon die niet eens rijden. We weten het nooit helaas. Dit is een baseball die 1000 km/u gaat. En als die 1000 km/u gaat, gaat hij gewoon door zo'n poep heen. Wat? Dit ziet er echt heel ziek uit. En ook weer opnieuw in slow motion. Zeg maar, slow motion, daar heb je nog zoveel dingen van die je nog nooit gezien hebt. Dat is gewoon niet normaal. Maar dit is geen slow motion. Dit is namelijk regen dat op één plek valt. Dit heb ik ook nog nooit gezien. Dit lijkt letterlijk op een waterval. Is het überhaupt echt? Hoe kan dit? Even eerlijk. Kan iemand mij dit uitleggen? Er valt letterlijk regen op één plek. Dat hoort niet te kunnen. Waarom heb ik het nog nooit gezien? Omdat het niet hoort te kunnen. Dit is een rechte banaan. Ja, letterlijk een banaan die recht is. Heb jij dit ooit gezien? Ik heb dit nog nooit gezien. Ik zeg je, een banaan hoort zeg maar krom te zijn. Niet recht. Waarom is deze banaan recht? Oké, deze mevrouw gaat iets unboxen wat wij nog nooit gezien hebben. Oké, ik ben heel benieuwd. Zeg maar, dit is blijkbaar een heel bijzonder product dus. Oké, wat is dit? Ik zie al een soort van hondenpootjes of zo. Wordt dit iets met een hond? Wat gaat er hier gebeuren? Waarom duurt dit zo lang? Kom op man, we zijn op TikTok. Alles moet snel gaan. Kom op, hup. Oké, nou, daar gaan we dan. Oh, wat? Het is een robothond! Hè? Oké, dat is echt heel erg raar. Een robothond. Oh, wat? Oh my god. Dit is gewoon een professionele robothond. Dit is eigenlijk zeg maar gewoon de honden van de toekomst. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Nee, dit heb ik nog nooit gezien. Ik zeg heel eerlijk, dit heb ik nog nooit gezien. Maar dit is dus gewoon een robothond genaamd Casper. Oké. Dus in de toekomst hebben we geen echte honden meer, maar robothonden. Ja, het is maar waar je blij van wordt. Dit is een haai die een camera eet. Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe het is om opgegeten te worden. En door deze camera zien we dat een keer. Dit is letterlijk, dit gebeurt er dus. Dit zie je dus eigenlijk als een haai je opeet. Deze haai eet letterlijk een camera, maar volgens mij is de camera niet zo lekker. En spuugt hij hem straks ook weer uit, neem ik aan. Want anders kom je niet meer aan deze beelden. Ja, camera's zijn niet zo lekker. Domme haai. Maar hey,
Daar heb je gezien hoe het is om opgegeten te worden door een haai. Dit zijn dingen die je nog nooit gezien hebt. En deze gast heeft een soort van airbag rugzak. Dus je zag het net, toen hij viel, kreeg hij een soort airbag die dus zijn klap opving. Waardoor hij dus geen pijn heeft terwijl hij viel. Waardoor hij dus geen pijn heeft van die val. Dat is echt ziek. Ik had dat nog nooit gezien. En zo'n dopje als dit heb ik ook nog nooit gezien. Bro, dit is echt raar. Ja, die melk komt dus uit een soort van gezichtje. ja, als ik dat als ontbijt zou hebben, zou ik er niet blij van worden. Een pingwing die in de modder is gevallen. Heb je ooit een pingwing gezien die in de modder is gevallen? Nou, zo ziet het eruit. Het ziet er echt heel gek uit. Ik heb persoonlijk nog nooit een pingwing gezien die in de modder is gevallen. Een kat in een bubbel. Wat? Natuurlijk heb ik dit nog nooit gezien. Maar waarom zou ik dit willen zien? Een schildpad die op een vis zit? Wat? Oké, dat is wel heel cool. Die schildpad denkt gewoon, ik kan niet zwemmen. Maar een vis wel. Of kan een schildpad kan wel zwemmen. Waarom? Tuurlijk kan een schildpad zwemmen. Ik ben echt dom. Ik ben echt dom. We gaan snel door. Dit is een rode oceaan. Wat? Ik wist niet eens dat dat bestond. Maar blijkbaar bestaat. Gewoon een oceaan die volledig rood is. Dat is zo gek. Zeg maar de modder, alles is rood. De snelste schildpad. Wat is het met schildpadden? Wajo, die schildpad is trouwens echt snel. Dit is gewoon de snelste schildpad ter wereld. Wat? Oké, dat is lijp. Dat is lijp. Huh? De oceaan die in de... kan dat? Dit is gewoon de oceaan die in de fik staat. Blijkbaar kan dit. En het ziet er dus zo uit. Oké, dat is echt heel gaar. Ze zijn dus letterlijk de oceaan aan het blussen met water. Dat dat ooit zou gebeuren, dat is echt heel gek. Oké, wat hebben we hier? Dit is nog iets wat je nog nooit eerder hebt gezien. In ieder geval, ik heb dit nog nooit gezien. Dit is een soort hotel in de vorm van een mandje. Wat? Oké, dat is oprecht wel heel lijp. Deze hotel-eigenaar is ook gewoon creatief op een ander niveau. Ze hebben letterlijk gewoon een hotel gemaakt in de vorm van een mand. Hoe cool is dat? Deze persoon die heeft een ei gebakken. Heb jij ooit iemand gezien die een ei in de oven heeft gestopt? Nou, blijkbaar krijg je dan dit. Dat ziet er zo gaar uit. Zeg maar, eieren hoor je toch niet in de oven te stoppen? Er is een reden waarom ik dit nog nooit gezien had. En ik wil dit ook nooit zien, maar nu heb ik het wel gezien. Deze mevrouw die stuurt een wolk terug in de lucht. Oh my god, wat is dit? Dit is toch heel veel schuim? Wat? Oké, het lijkt oprecht wel op wolken. Oh my god, het ziet er wel heel cool uit. Het ziet er oprecht heel cool uit. Het ziet er heel cool uit. Gewoon heel veel schuim pakken en net alsof toen dat het een wolk is blijkbaar. Heb ik ooit schuim in mijn leven gezien? Ja, dus dit had ik wel eens gezien, ja. Deze persoon heeft haar hond rood gewerfd. Wat? 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 En hij heeft ook allemaal redenen ervoor. Want niemand steelt een rode hond. Hij wordt niet geraakt door auto's. En het is blijkbaar gewoon veilig voor de hond. Oké. Nou, blijkbaar kan je hond gewoon rood verven als je wilt. Je hebt blijkbaar bepaald verf voor je hond, wat gewoon veilig is. En dan wordt hij minder snel geraakt door een auto bijvoorbeeld. Oké. Ik heb nog nooit een rode hond gezien. En ik vind het er ook een beetje zielig uitzien. Deze persoon heeft een soort van bandje of zo. Die doet ze om de hoofd. En dan kan ze zeg maar de gezicht omhoog duwen. Waardoor ze slanker lijkt. En met haar, ja, laat ze het allemaal bedekken, zeg maar, dat draadje. En zo lijkt ze dus slanker. Waar kan ik dit kopen? Dan kan ik dus en heel veel eten, wat ik hou van eten. En ik kan er dun uitzien. Dit is echt top. Oh nee, wat hebben we hier? Wat is dit? Oh my god! Dit is een puppy die speelt met een vlinder. Oké, dit is iets wat ik nog nooit heb gezien. En waarom heb ik dit nog nooit gezien? Want dit is echt het beste wat ik ooit heb gezien. Oh my god. Wat? I've done for a while. 10 stations, 3 rounds, 1 minute each station, with 90 seconds rest at the end of every single round. Oké, twee dingen had ik nog nooit gezien. Iemand waarvan zoveel rook vanaf kwam, dat heb ik nog nooit gezien. En ik weet dat hij er sterk uitziet, maar zijn hoofd leek echt enorm klein vergeleken met de rest van zijn lichaam. Please, sla me niet in elkaar. Ik zeg het. We gaan snel door. Dit is een graswaterbed. En dit is dus letterlijk gewoon gras waaronder water zit. Gewoon een soort waterbubbel onder het gras. Heb jij dit ooit gezien? Want ik niet. Wat? En dat ontstaat dus omdat er dan een waterpijp zit. En dan gaat er dus daadwerkelijk gewoon een wortel, zeg maar, eronder. En die breekt al die waterpijp open. En dan krijg je dus heel veel water onder het gras. En dan krijg je dus dit. Ja, dan komt er een soort waterbubbel onder het gras. Ik heb dit nog nooit gezien. Ik wist niet dat het kon, maar blijkbaar kan het. Wat is dit? Is dit een... Wow, wat? Wat gebeurt hier? Dit is een band die kapot gaat.
Wajo. En de band is niet kapot. Er komt gewoon letterlijk een stuk van die band af. En die band fixt zichzelf weer. Oké, dat heb ik oprecht nog nooit gezien. Maar ik weet ook niet waarom ik dat zou willen zien. Dus laten we snel doorgaan. Deze gast ligt gewoon lekker te chillen op de bank. En stapt nu de trein in. Wat is dit? Wajo, wat? Oké, wow. Oké. Dat heb ik oprecht nog nooit gezien. Maar stel je voor dat de trein gewoon letterlijk in je huis stopt. Want dat gebeurde er. Nee, dan ben je nooit te laat op school of op je werk. Oh mijn god, dit is een scheerapparaat waar water uitkomt, zodat het minder pijn doet. Oké, dat is echt wel heel erg chill. En als je aan dat ding draait, dan wordt het weer gewoon een douche. Zeg maar, als je zelf gaat scheren en je zou een soort van waterstroming bij hebben, dan is het gewoon veel chiller. En dit was een soort van systeem hoe dat kon. Ik heb dat oprecht nog nooit gezien. Ik moet dat hebben. Oké, dit is ook iets wat ik nog nooit heb gezien, dat weet ik zeker. Wat doet hij? Hij gooit er een ei in en wat is dit? Hè? Wat gebeurt hier? Wow! Wow! Oh, wat? Opeens was het zeg maar voer geworden. Gewoon letterlijk, dit is hoe voer wordt gemaakt voor dieren. Maar dat ging echt mega snel. Ik heb zeg maar nog nooit dat proces gezien en ik ben echt onder de indruk. Dit is de meest futuristische toilet ter wereld. Bro, kijk hoe deze toilet opent. En je hebt allemaal opties op een of andere iPad. Wajo, hij kan zelfs op koele manieren doorspoelen. Ik zweer het je, als je zo'n toilet hebt, dan kan hij gewoon letterlijk je kont schoonspuiten. En ik heb dat één keer meegemaakt en het is oprecht wel chill. Je zou denken dat het heel erg raar is. En het voelt ook wel raar, maar het is ook wel heel erg chill. Want ja, je kont is gewoon echt schoon. En dat is top. De toekomst, oké. Oh, dit is slim. Oh, nee, je mag niet eroverheen. Oké, ik hoop niet dat dat de toekomst is. Ik krijg een error. Ik wou zeggen, anders krijg ik heel veel klappen. Maar dat is wel echt super slim. Op deze manier kan je nooit door rood gaan. Dus, jij hebt nog nooit iemand zien slikken in X-ray. Nou, dat gaan we nu veranderen. Dit is hoe het eruit ziet. Als je eet of drinkt. Wajo, dat ziet er... Wow, dat is heel raar. Oh, dat is heel erg gek om te zien. Ik weet niet of ik dat ooit wilde zien, maar nu heb ik het gezien. Dus ja, we gaan door. Ik denk dat je dit nog nooit gezien hebt. Wat is dit? Is dit een auto? Waarom komt er zoveel rook uit die auto? Oh! Ah, de uitlaatkleppen zitten boven. Wow, oké, nee, dat heb ik nog nooit gezien. Je weet wel, een uitlaatklep van een auto zit echt altijd, zeg maar, onder. Maar deze had er gewoon twee boven. Dat heb ik nog nooit gezien. Oeh, we hebben hier een basketbalwedstrijd. En blijkbaar is dit een manier hoe je nog nooit iemand hebt zien scoren. Oké, nee, dit heb ik nog nooit gezien. Mag dit überhaupt wel in een basketbalwedstrijd? Dat vraag ik me oprecht af. Is dit tegen de regels? Ik denk het namelijk wel. Ik heb niet zoveel verstand van basketbal, dus ik zal het nooit weten. Oké, wat hebben we hier? Dit zijn een palm tree glasses, oftewel palmboomglazen. Het zijn letterlijk glazen met een kleine palmboom erin. Oké, oprecht wel echt super schattig. Laten we wel eerlijk zijn. Dit zijn unieke glazen. Zeg maar, glazen die ik nog nooit gezien heb, dat vind ik best wel knap. Je zou zeggen dat je alles al hebt gezien met glazen, want ja, ik zie een glas elke dag. Ik moet namelijk elke dag water drinken, anders ga ik dood. En een glas met zo'n palmboom erin, heb ik nog nooit gezien. Ik wil wedden dat je dit nog nooit gezien hebt. Oké, wat heb ik nog nooit gezien? Een brush drumstick. Oh, wat? Mainly used in jazz. Naast dat ik moest niezen door deze TikTok, heb ik nog nooit, zeg maar, een drumstokje gezien in de vorm van, ja, wat dat net was. Maar hey, blijkbaar wordt dat voornamelijk gebruikt bij het drummen van jazzmuziek. Super cool. Oké, wat hebben we hier? Ze gaat liggen op een of ander spijkerbed of zo. Oké, en dan, dan heb je die vorm aan de andere kant. Dit heb ik wel eens gezien. Het is wel enorm cool. Maar dit heb ik al eens een keer gezien. Dus hey, haha, ik had dit al een keer gezien. Wajo, deze Toyota Rhombus is echt next level. Dit is gewoon de auto van de toekomst, lijkt het wel. Dit lijkt meer op een soort van, ik weet niet, op een soort van vliegtuig of zo. Op een soort van space shuttle, alsof je naar de ruimte gaat. Toyota is op gekke dingen. Nee, ik had nog nooit deze auto gezien. En we zijn hier opnieuw in een auto. En wat gebeurt hier allemaal? Oké, ze start de auto. Wat is dit? Wat is dit? Dit ziet er... Ja, het ziet eruit als een hele lelijke auto. Zeg maar, het lijkt alsof het zeg maar hele oude... Alsof heel die auto uit elkaar valt. Ik weet niet wat hier bijzonder aan was. We gaan snel door. Oké, dit heb ik ook nog nooit gezien. Wajo? Oké.
Oké, dat is oprecht wel heel erg cool. Ik zeg heel eerlijk, ik hou hiervan. Rijke mensen in L.A. worden luier en luier. Deze gozer denkt gewoon van, yo, ik ga even met de hond lopen. Maar hij heeft een of andere robot gekocht waarin zijn hond vervoerd wordt. Ja, dat is heel lui. Ik denk dat vooral die hond heel erg lui is. Scar. Oh, dit is een litteken. En wat gaat er gebeuren? Wat? Huh? Ze laseren die litteken letterlijk weg. Oh my god. Dat proces heb ik nog nooit gezien. Dit is volgens mij ook hoe ze tatoeages wegbranden. Doet volgens mij enorm veel pijn. Deze mevrouw heeft slippers in de vorm van een vis. En wanneer dus de slippers nat zijn, krijg je dus dit soort vormen op de stoep. Wat? Dit heb ik nog nooit gezien. Maar dan ook met een hele goede reden dat ik dit nog nooit heb gezien. Dit heb ik wel een keer gezien, maar misschien jullie niet. Namelijk, deze mevrouw gaat letterlijk op een vliegtuig staan. Dit kan je dus daadwerkelijk doen als je graag wilt. Moet je dus gewoon een of andere organisatie zoeken die dit doet. Die bestaan namelijk, dan kan je op een vliegtuig staan. Is niet voor mij weggelegd, laat ik het zo zeggen. Oh, we hebben hier een handje. Wat is dit voor een rare hond? Wat? Maar even serieus. Dit lijkt op een alien. Dit lijkt op een alien. Wat is er met deze hond gebeurd? Dit is gewoon zielig, man. Deze hond, dit klopt niet. Deze hond is waarschijnlijk zo ver doorgefokt dat je op een gegeven moment dit krijgt. En dat is niet oké. Deze boom is omgehakt en zat vol met pollen. Oh my god. Ja, precies dat. Precies dat. Ik heb zware hooikoorts. En dit is dus eigenlijk mijn grootste nachtmerrie. Dus ik hoop dat ik dit nooit in mijn hele leven in het echt ga zien. Want ik denk dat ik echt gewoon dood ga van de allergie. De snoepjes zitten erin. Oh my god. Wat is dit? Dit zijn snoepjes. Jellyfish art. Wat gaat dit worden? Hè? Huh? Oh, dit is... Oh, wat? Ik dacht jelly als in jelly snoepjes, maar het zijn daadwerkelijk gewoon kwallen. Dat bedoelt ze met jelly. Oh my god. En die kwallen geven dus licht. Wat? Bro, dat is oprecht wel een heel cool huisdier. Laten we heel eerlijk zijn. Het lijkt net alsof die kwallen allemaal verschillende lichtjes geven. En dat soort dingen. Ja. Lava versus biefstuk. Dat zien we nu hier. Oh my god. Oh, waarom ziet er dit zo ongelooflijk lekker uit? Ik wil zeg maar in die lava bijten, maar dan gaat heel mijn mond kapot. Dus dat is maar niet zo slim om te doen. Maar het ziet er heel lekker uit. Lava versus biefstuk. Oh my god. Ik denk dat de lava veel te heet is, denk ik. Ja, heel die biefstuk is aangebrand. Het is wel zonde van dat stuk vlees. Die kan je namelijk niet meer opeten. De lava is veel te heet. Oh, maar hij gaat het wel opeten of wat gaat hij doen? Van binnen is het wel goed gelukt. Als je dus dat zwarte laagje even eraf haalt, dan zou je het misschien nog kunnen eten. Maar ik zou het niet aanraden. Wat in de vredesnaam is dit? Ja, dit zijn dingen die je nog nooit gezien hebt. En, hij heeft een muts op en hij staat tegen een roltrap aan. Tegen de reling, weet je wel. Die beweegt ook. En daardoor draait zijn muts rondjes. Oké. Ja, nog nooit gezien. Dat in ieder geval wel. Maar zo bijzonder is het eigenlijk ook weer niet. Jeez, it's the boss. Level money spread. Oké. Oh my god. Hij is echt... Hij kan coole dingen met geld. En hij heeft ook heel veel geld. Het zijn allemaal 100 euro briefjes. Of 100 dollar moet ik zeggen. Hij maakt gewoon een soort van kunst van. Stel je voor, je hebt zoveel geld dat je gewoon aan het vervelen bent. En dan je denkt van, nou, laten we even een kunstgerechtje van maken. Ik zweer het je, dan heb je echt veel te veel geld. Je weet nooit hoe hoog een alligator kan springen. Nou, hoe hoog kan een alligator springen? Wow. Oké, dat wist ik oprecht niet. Ik heb ook nog nooit in mijn leven een krokodil gezien. Maar die kunnen hoog komen. Het leek wel een soort van slang. Je bent een extreme couponspaarder. Wat? Hè? Dit is iemand... Wat? Hij heeft gewoon... Hij heeft 70 euro aan boodschappen gedaan. En heeft gewoon echt alle coupons dat het gewoon 0 euro wordt. Oh my god. Oh, het wordt nog wel 30 euro. Stel je voor, je haalt gewoon 70 euro aan spullen. En hebt zoveel coupons verzameld dat je gewoon 40 euro korting krijgt. Hey, respect. Oprecht respect. What should I cast next? Ik weet niet wat cast is, maar... het lijkt erop dat deze hamburger in een of andere jellylaag gaat komen. Wat? Oké, dit is blijkbaar casten. Dat is heel cool. Dat is heel erg cool.
Ik zou gewoon elk voorwerp erin willen stoppen en gewoon als een soort van decoratie gebruiken in mijn huis. Een hamburger, gewoon een Big Mac, gewoon als decoratie zo in je huis zetten. Dat is oprecht wel heel erg cool. Kijk naar haar kin. Blijkbaar heb je dit nog nooit gezien. Oké. Okay. Oh, die kin raakt haar lippen aan. Oké, dat is echt onmogelijk om te doen, bro. Dat heb ik echt nog nooit in mijn leven gezien. Hoe raakt je kin je lippen aan? Wat gebeurt hier? Dit is iemand die een handdoek uitknijpt in de ruimte. In de ruimte heb je natuurlijk geen zwaartekracht, dus het water valt niet naar beneden. En daarom ziet het er zo gek uit. Ja, ik ben het sowieso gek om iemand, zeg maar, te zien in de ruimte. Kijk, ze is gewoon aan het zweven en die handdoek zweeft. Het is allemaal zo logisch, omdat er geen zwaartekracht is. Maar het zag er zo gek uit. Zeg maar, water in de ruimte hoort gewoon niet of zo. Dit is de beste serveerder ter wereld. Wajo! Oké, dit is wel next level skill. Zeg maar, dit is wel bijzonder. Hij schenkt gewoon twee glazen tegelijk in. Dan ben je echt next level. Die gast verdient een fooi. Dit had ik namelijk nog nooit gezien. Zou jij dit rocken? Wat? Dit is gewoon een Nike Air Force, maar dan van glas gemaakt of zo. Hey, ik zou dit sowieso rocken. Zeg maar, Nike Air Force zijn gewoon hard. Ik vind die ook hard. Dus ik zou hem rocken. Ik heb hem nog nooit gezien. Dat is wel bijzonder. Wat hebben we hier? Dit is een aansteker. Blijkbaar een aansteker die je nog nooit gezien hebt. Nou, dan moet het wel een hele bijzondere aansteker zijn. Oké, wat gaat er gebeuren? Hij drukt erop en je hebt een soort van... Oh, ik denk dat ik al weet wat er gaat gebeuren. Die draak gaat zeker vuur spugen dadelijk. Ja... Ja, oké, dat is wel dik. Dat is wel lijp. Ik heb nog nooit zo'n aansteker gezien. Dus hey, mijn respect. Dit is een vogel die het Harry Potter teamsong fluit. Dit heb ik nog nooit gehoord, zelfs. Dat is zo cool. Dat is oprecht echt mega cool. Zeg maar, ik was nooit fan van een vogel in mijn huis nemen. Maar nu wil ik een vogel als huisdier. Zeg maar, dit kan je hem gewoon leren. Had dat eerder verteld. Ik heb dit nog nooit gezien. Oké, dit heb ik ook nog nooit gezien. Dit is een restaurant onder water. Wat? Oké, dat is echt mega cool. Oké, eerst ga je met de trap naar beneden. Want ja, dan ga je daadwerkelijk onder water. Dit is oprecht het coolste restaurant ter wereld. Zeg maar, het is eigenlijk zo'n makkelijk idee. Een restaurant beginnen onder water. Maar het is ook tegelijkertijd zo bijzonder. Kijk hoe cool dit is. Oh my god. Ik hoop dat het restaurant niet duur is, want ik wil er naartoe. Dit is een hele bijzondere hond. Kijk namelijk de ogen van deze hond. Kijk die ogen van die hond. Hij heeft een soort van witte, bruine vlekken ogen. Dit zijn echt... dit is een prachtige hond. Ik vind het echt een hele mooie hond. Dit is een Bugatti gemaakt van Lego. Hij rijdt ook gewoon nog eens daadwerkelijk. Hij heeft lampen, hij heeft alles. En het is 1 miljoen stukjes Lego. En daarmee hebben ze een Bugatti gemaakt. Zeg maar, stel je voor, je kan geen Bugatti kopen. Kan je hem altijd nog bouwen met Lego blijkbaar. Ik had dit nog nooit gezien. Dit is hoe ze een vierkante appel maken. Nou, ik wist überhaupt niet dat er appels waren die vierkant zijn. Maar blijkbaar maken ze die op deze manier. En ik heb dit nog nooit gezien. Ja, ik heb dit oprecht nog nooit gezien. Het is gewoon een appel die vierkantig is. Heb jij dit ooit gezien? Laat weten in de reacties, want ik niet. Dit is een camera die 100.000 keer inzoomt op een hand. Ja, eigenlijk is dit best wel interessant. Zeg maar, dit zijn dingen die ik nog nooit gezien heb. En dat ik ook niet wist dat ik wilde zien. Maar nu wil ik het wel zien. Dit is dus gewoon als je 100.000 keer inzoomt op een hand. Dit ziet er zo gek uit. Dit gebeurt dus allemaal op mijn hand blijkbaar. Kijk dan. Het is gewoon... Wat gebeurt hier? Zeg maar, op een gegeven moment moet je die bacteriën zien en zo, toch? Ja, ik zie nu allemaal puntjes. Je zou nu niet meer zeggen dat je op een hand bent ingezoomd, zeg maar. Oké, het wordt helemaal roze of zo. Wat gaat hier gebeuren? Het gaat maar door en door. Het gaat echt maar door. 100.000 keer ingezoomd is echt heel vaak eigenlijk. Oké, op een gegeven moment moet het denk ik... Zeg maar, het lijkt nu nog een beetje op een hand, zeg maar. Je ziet nog, zeg maar, de huidcellen en dat soort dingen. Maar nu begint het een soort van geelachtig te worden of zo. Het begint een beetje geel te worden. Het lijkt op bloemen. Het lijkt oprecht op bloemen. Op een gegeven moment leek het gewoon op bloemen. Dit is een kat die echt mega groot is. Heb je ooit in je leven zo'n grote kat gezien? Zeg maar, deze kat is gewoon 5 keer, 6 keer groter dan mijn hond. Dat klopt niet. Een kat hoort klein te zijn. Ja, dit had ik nog nooit gezien. Dit zijn mensen die fietsen door een waterglijbaan. Zeg maar, een waterglijbaan is voor water. En dan hoor je door het glijden, niet door te fietsen. Het ziet er wel heel lijp uit. Ik had dit nog nooit gezien. Dit is een 3D geprinte Yeezy. Stel je voor, je kan geen Yeezy's kopen. Nou, dan koop je gewoon een 3D printer. En dan print je hem. Ja, dit is gewoon een goede investering. Je koopt gewoon 1 keer een 3D printer.
En je kan alle Yeezys, alle schoenen die je maar wilt, gewoon printen. Ik denk niet dat ze zo comfortabel zitten als een echte schoen, maar ik vind het wel gewoon lijp. 3D-printers zijn gewoon heel erg interessant, naar mijn mening. Ik had dit oprecht nog nooit gezien. Als je dacht dat je goed was in Jenga, ja, dan bewijst deze gast het tegendeel dat je helemaal niet zo goed bent in Jenga. Zeg maar, het ging zo snel dat je het bijna niet eens zag. Ik heb dit oprecht nog nooit gezien. Wie speelt er zo Jenga? Je hoort zeg maar het blokje eruit te pakken, niet als een ninja eruit te slaan. Dit is een zeemermin in het echte leven. Zeg maar, ik dacht dat zeemermins niet bestonden. Oké, ik weet dat dit iemand verkleed is, maar dit ziet er zo echt uit. Dit is echt lijp. Dit is echt heel erg lijp. Dit lijkt gewoon alsof ik naar een film kijk, zeg maar. Maar dat is niet zo. Dit is de Rolls Royce van de toekomst. Hey bro, ik wist niet dat er al zulke auto's waren. Dit lijkt oprecht op auto's van over, zeg maar, 60, 70 jaar. Niet de auto's van nu. Ik had dit nog nooit gezien. Dit is echt gewoon ziek. Ik wil deze auto hebben. Maar ik denk dat die iets te veel geld kost. Heb je ooit een motor in zo'n shredder zien gaan? Ik dacht dat er in zo'n shredder iets als een blikje ging. Gewoon, zeg maar, kleine dingen. Niet een hele motor. Dit heb ik oprecht nog nooit gezien. En dit ziet er zo satisfying uit. Dus ik ben heel blij dat ik het nu wel kan zien. Want ik hou van satisfying dingen. Kijk dan, heel die motor gaat er gewoon in. Het is echt niet normaal. Ik had nooit verwacht dat zo'n shredder, zeg maar, een hele motor kon verwerken. Ik dacht, dan gaat hij sowieso vastlopen of zo. Of gaat hij nu ook vastlopen? Gaat hij nu vastlopen? Gaat hij door? Volgens mij liep hij vast, hè? Ja, misschien was het maar goed ook dat ik het nog nooit gezien had. Dit is de meest luxe trein ter wereld. Kijk deze trein! Ik heb dus opgezocht en een treinkaartje kost volgens mij voor een weekendje echt iets van 20.000 euro. Dus een weekend in die trein kost gewoon echt heel veel geld. Maar ja, dan heb je dus wel je eigen bed. Je hebt een, zoals je zag, een hele tafel. Je hebt eigenlijk gewoon een hotelkamer. En ondertussen ga je naar de locatie toe waar je heen wilt. Hoe vet is dat? Stel je voor, je chillt gewoon 6 dagen in een super deluxe hotelkamer. En je bent opeens in, iets wat heel lang reizen is. Dat is nog vet. Dit is een muur volledig beplakt met kauwgom. Bro, dit is echt de meest ranzige muur ter wereld. Ja, blijkbaar ergens in Manhattan is dus een muur waar iedereen zijn kauwgom op plakt. En dat is deze muur. Had ik nog nooit gezien. Dit is verhuizen op een ander niveau. Zeg maar, in plaats van dat je van nieuw huis gaat, dachten ze, nee, we nemen gewoon ons hele huis mee. Maar waarom ook niet? Weet je, zin in een nieuwe stad? Maar dat huis is toch zo prachtig? Boom, oplossing. What the fuck? Wat? Ik wist niet eens dat het mogelijk was. Kijk wat deze mevrouw met haar navel kan. Wat? Ze kan letterlijk de navel eruit trekken. Dat is echt raar. Wat? Hè? Zeg maar, kan. Ik heb het nog nooit geprobeerd. En ik heb het ook nog nooit gezien. Maar een navel hoor je toch niet eruit te kunnen trekken? Of ben ik nou gek? We gaan door. Dit is raar. Dit is een worm. En als je met je vinger over deze worm heen gaat, dan geeft die letterlijk licht. Of het is een slak. Volgens mij het was een worm of een slak. In ieder geval, het geeft licht. Letterlijk, als je met je vinger eroverheen gaat, komt er gewoon een soort van groene gloed. Dat is echt heel erg cool. Heb je ooit een landschap gezien dat er zo uitziet? Ik heb dit echt nog nooit gezien. Dit ziet eruit als een soort van Minecraft in het echte leven of zo. Maar dan is alles rond in plaats van vierkant. Maar wat is dit? Zeg maar, ik wil naar deze plek toe. Kijk haar ogen. Haar ogen, zeg maar, haar pupil is een soort van, ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Een soort van pinnetje, weet je wel. Zo'n locatiepinnetje. Daar lijkt haar oog op. In plaats van een cirkel heeft zij dat. Oprecht. Ik vind dat oprecht wel heel erg cool. Zeg maar, het is gewoon bijzonder. En dat maakt het vet. En ik had het echt nog nooit gezien. Dus ik denk ook echt dat het heel bijzonder is. Kijk deze autostoelen. Wat? Dat is echt, dat zijn echt hele rare autostoelen. Ik zeg je eerlijk. Maar op zich wel heel erg vet. Alleen, het enige probleem bij deze autostoelen lijkt mij wel dat het niet heel erg comfortabel is. Zeg maar, ik kan me haast niet voorstellen dat deze autostoelen comfortabel zijn. Jij wel? Dit is een trein of een bus. Ik heb geen flauw idee. Maar door deze kleine luikjes kan je een beer eten geven. Dat is echt heel erg. Dat is echt het coolste wat ik ooit heb gezien. Bro, ik wil met deze bus gaan rijden. Dus je kan gewoon op deze manier gewoon veilig, zeg maar, die beren eten geven. Hoe vet is dat? Dat is echt ziek. Wat is dit? Oh my gosh. It looks so freaky. What the fuck, bro? Deze mevrouw zit te lachen
om iets wat op de deur zit. Ik wil niet weten wat dat is. Bro, als dat op mijn deur zou zitten, ik zou alles behalve blij zijn. Ik ben heel erg blij. Wel, ik ben wel heel erg blij dat ik die dingen nog nooit gezien heb. Die dingen lijken gewoon op spinnen, maar dan nog erger. Dit is een levensgrote grijpmachine. Je kent de grijpmachine vast wel. Nou, dit is gewoon een grijpmachine waar je zelf, zeg maar, de grijper bent. Dus je takelt jezelf in die machine en je mag, zeg maar, zelf pakken. En alles wat je kan pakken is van jou. Nou, deze gozer had wel een hele goede vangst. Oprecht, dit is echt... Ik wil dit een keer doen. Hoe vet is dat? Ik raak altijd zo gefrustreerd van die dingen omdat ze het nooit vastpakken. En bij deze mag je het letterlijk zelf doen. Kijk dit bed. Dit bed heb ik nog nooit gezien. Dit bed gaat van... Nou, wat de fuck gebeurt er? Zeg maar, ze lag te slapen, maar ze lag daar boven te slapen of zo. In een soort van donker... op een plafond. Ik snap dit echt niet. Oprecht wel heel erg vet. Ik zeg je eerlijk. Zeg maar, dat bed takelen ze gewoon omhoog. Dan heb je in principe gewoon nog een hele kamer waar je iets kan doen. Want ja, je bed zit helemaal daarboven. Normaal is je bed, zeg maar, het grootste gedeelte van je kamer. Dat is... oprecht wel heel erg handig. Stel je voor, je bent op een boot en een noodboot moet opeens komen. Omdat, ja, dat moet gebeuren. Nou, dit is hoe reddingsbootjes tegenwoordig werken. Het gaan een soort van witte capsules naar beneden. En ze maken het gewoon helemaal... Kijk, zeg maar, het is toch opeens helemaal... opeens een hele reddingshuis. Dat wou ik zeggen. Gewoon echt in 15 seconden. Gewoon twee van die witte dingen vallen naar beneden. En boom, je bent gered. Deze mevrouw heeft slakken op haar hoofd. Als een soort van schoonheids iets. Ja. Zeg maar, bepaalde dingen ben ik gewoon blij dat ik ze nog nooit gezien heb. Ik snap ook niet waarom je dit vrijwillig zou doen. Hoogstwaarschijnlijk heeft ze er ook nog geld voor betaald. Misschien is het ook supergoed voor je huid, maar je kan ook te ver gaan, toch? En ik vind dit te ver gaan. We hebben hier een steen. En als je op deze steen met een zaklamp schijnt, zie je, dan gloedt het geel. Hoe cool is dat? Het lijkt op een doodnormale steen. Maar als je dus met een zaklamp erop schijnt, dan gloedt het helemaal in een bepaalde kleur. En deze steen gloedt helemaal geel. Het lijkt gewoon op een soort van lavasteen. Dus hey, als je een steen vindt, schijn er een zaklamp op. En misschien heb je wel zo'n steen. Wajo! Ik had dit nog nooit gezien. Ik wist niet eens dat dit bestond. En ik wist ook niet dat dit bestond. Dit zijn 3D-foto's. Dit zijn dus fotolijstjes. En daar kan je dan digitaal je foto in doen. En dan lijkt het alsof die foto er 3D in zit. Dit is gewoon de toekomst. Oprecht, dit is de toekomst. Ik weet niet waar je zo'n kan kopen. Maar waarschijnlijk zijn ze ook veel te duur. Maar ik wil zo'n ding hebben. Gewoon, dan kan je, zeg maar, gewoon je familiefoto's en alles. Of je foto van je hond, weet ik veel. Gewoon in 3D zien. Hoe vet is dat? Dat is echt fucking vet. Dat is echt heel cool. Ergens op de wereld heb je geen blauw water, geen rood water, geen geel water. Maar blijkbaar een soort van lichtgroenig water. En dat komt dus blijkbaar omdat het water zo zoutig is, wordt het gewoon groen. Dit is blijkbaar allemaal zout. Ik dacht in eerste instantie dat het sneeuw was of zo. Maar blijkbaar is dit zout. Deze zee is dus volledig gevuld. Of ik weet niet of het een zee is. Misschien is het een meertje. Maar is dus volledig gevuld met zout. Wajo! Dit is een vos die door iemands tuin loopt. Dat vind ik al bijzonder. Maar dit heb je nog nooit een vos... Wel, ik heb honden dit wel eens zien doen. Maar een vos heb ik dit nog nooit zien doen. Hij heeft jeuk aan zijn kont. En hij ziet nu dat hij keihard betrapt is. Oké. Ja, dat heb ik nog nooit gezien, nee. Wanneer ik naar huis vloog, zag ik iets wat ik nog nooit gezien heb. Oké, ik ben heel benieuwd. We zijn heel hoog in de lucht. Ik dacht dat ik aan het dromen was. Oh, wat? Huh? Dat is volgens mij een wolk, maar het lijkt in de vorm van een soort van kameel of zo. Dat zag er echt heel vet uit. Zij is een taart aan het maken. Het lijkt in ieder geval op een taart. Ik hoop dat het een taart is. Waarschijnlijk is het geen taart. Hè? Ah, wat? Is dit hoe je noedels maakt of zo? Wat de Dat zag er echt gek uit. Het leek op noedels uiteindelijk of iets in die richting. Nou, blijkbaar maak je dat op deze manier. Dat wist ik niet. Zijn dit mini watermeloens? Dit zijn niet mini watermeloens. Oh, just kidding, it's a cucumber. Oh, wat? Het is een komkommer. Het zijn kleine komkommertjes. Oh my god. Bestaat dit? Het zijn kleine komkommertjes die lijken op watermeloenen. In het klein. Dat is echt enorm cool. Dat ik dit nog nooit heb gezien, dat weet ik ook niet. Maar nu heb ik het gezien en nu ben ik er heel blij mee. Oké, we hebben hier een toilet die heel bijzonder is blijkbaar. Deze toilet maakt namelijk zichzelf schoon of zo. Oh my god.
Nog niet. Hij hoort zichzelf schoon te maken, maar dat ding gaat gewoon rondjes draaien. Heb je ooit een wc-bril gezien die rondjes begint te draaien? Want ik niet. We hebben hier een paddenstoel van heel dichtbij. Oh, wat? Als je paddenstoel snijdt, komt er blijkbaar allemaal... Ja, een soort van witte drerrie uit of zo. Witte drerrie. Gewoon van dat witte sap. Ik wist niet dat dat gebeurde als je een paddenstoel sneed. Ik wist dat niet. Maar het zag er wel heel cool uit. Deze mevrouw denkt, yo, ik ga lekker in het vliegtuig zitten met een pauw. Wat de actual F gebeurt hier? Waarom mag dit? Waarom mag dit? Zo van, hey, ik ga op vakantie en ik neem in het vliegtuig mijn pauw mee. Ik wist niet dat dat kon. Deze persoon keek naar de lucht en zag opeens een regenboog in de wolken. Heb je ooit een regenboog in een wolk gezien? Ik heb wel eens een regenboog gezien, maar op deze manier heb ik nog nooit gezien. Volgens mij is dit heel zeldzaam. Oké, ze snijdt een tomaat. Is dit... What the fuck F is dit? Hè? Maar wat zijn dit voor tomaten? Zij zit gewoon doodleuk wat eten te maken, maar even eerlijk, wat voor tomaat is dit? Dit, waarom doet ze alsof dit een normale tomaat is? Ze zit gewoon een tutorial te doen van, hey, kijk, zo maak je een leuk broodje. Maar wat voor tomaten zijn dat? Die tomaten heb ik nog nooit gezien. Dit is een tatoeage om een blauwe plek na te maken. Wat de heck, wat gebeurt hier? Ze zijn letterlijk gewoon van die plaktatoeages. Die haal je eraf en dan kan je dus net alsof doen dat je een blauwe plek hebt. Ik vind het echt ongelooflijk. Waarom bestaat dit? Dit is echt... Dit hoort niet te bestaan. Dit hoort niet te bestaan. Dit is gewoon niet oké. Dit is iemand zijn haar. Maar let op, één van die haren heeft allemaal kleine haartjes. Zeg maar, check maar 1000 keer je haar. Je gaat waarschijnlijk dat niet vinden. Ik heb dit echt nog nooit gezien. Gewoon een haar waar honderden haren uitkomen. Dat is zo vet. Dit is hete chocola blijkbaar. En het zijn gewoon letterlijk hete chocoladeballetjes. Dat lijkt me oprecht wel heel erg lekker. En op deze manier maakt hij ze... Hij heeft iets genaamd alginaten of zoiets. Daardoor maak je zeg maar dat balletje. Dan stop je die chocolade erin. En dan heb je dus gewoon hete chocoladeballen. En dat kan je dan opeten. Ik vind het oprecht wel heel erg vet. Ja, je maakt het dus op deze manier blijkbaar. Maar we hoeven helemaal niet te zien hoe het gemaakt wordt. We willen het gewoon eten alleen. En zo ziet het eruit om het te eten. Kijk dan! Even, ik wil dit gewoon in mijn mond stoppen. Dit lijkt me zo lekker. Louis Vuitton chopsticks. Oftewel Louis Vuitton eetstokjes. Weet je wel, van die stokjes waar je sushi mee eet. Nou, Louis Vuitton dacht, hey, die kunnen wij ook maken. En dit zijn ze. Bro. Even, bro. Wow, dat is wel... dat is oprecht een keiharde flex. Zeg maar, sushi eten is al duur. Laat staan met Louis Vuitton stokjes. Oké, we hebben hier een Nutella 1 kilogram family pack. En dit is iets wat je nog nooit gezien hebt blijkbaar. Onder de deksel van de Nutella zit blijkbaar een klein mesje of zo. Nooit dat dit echt is. Nooit. Nooit. Oké. En nou, dat plastic er ook uithalen. Daar gaan we dan. Is het echt zo? Hè? En daar zit hij dan. Nooit, nooit, nooit. Zeg maar, ik geloof het niet. Ik geloof het oprecht niet. Dit kan toch niet waar zijn? Oké, we zijn op een parkeerplaats en deze mevrouw heeft geparkeerd langs deze gigantische auto. En normaal doet ze dat zeg maar niet, omdat ze dan bang is dat mensen misschien tegen haar auto parkeren. Omdat het lijkt dat er geen auto staat op die parkeerplaats, omdat er zo'n gigantische auto naast staat. Want zij heeft een kleine auto. Een echt kleine auto. Een auto die zo klein is dat je het nog nooit gezien hebt. Kijk hoe klein deze auto is. Wat? Hij heeft zelfs maar één wiel achter. Oprecht, deze auto ziet er wel heel cool uit. Ik zeg eerlijk, het is ook letterlijk een auto voor één persoon. Wat? Oké, ik vind deze auto cool. Weet je wat het grootste voordeel is aan deze auto? Je kan letterlijk overal parkeren. Je hebt altijd wel een plekje. Oké, wat hebben we hier? Dit is een soort van ding die over de weg heen kan rijden. Oh my god. Dit is gewoon next level openbaar vervoer. Oké, dat is wel heel erg lijp. Een soort van trein, een soort van next level trein of zo. Ja, en hij kan zo over auto's heen gaan en alles. Heel erg cool. Gewoon de nieuwe trein. De trein van de toekomst. Of eigenlijk eerder de taxi van de toekomst. Zo, oké. Deze auto die heeft ook een goede botsing gemaakt. Want ze moeten hem gewoon op deze manier starten. Nee, dit heb ik nog nooit eerder gezien. En, wajow. Oké, die deuren gaan wel echt super cool open. Ik weet nou niet of ik deze auto nou super cool vind. Of juist echt totaal niet cool vindt. Ik heb geen idee wat ik ervan vind. Oké, wat hebben we hier? Dit doet hij voor zijn douchekop. Wat? Hè? Wat is dit nou weer voor een waarom zou je deze uitvinding nodig hebben? Oké, dit zorgt ervoor
dat je douchekop niet tegen je gezicht aanspuit. Wat? Maar dan kan je toch net zo goed je douche uitzetten. En als je dat... Nee. Nee, ik ben blij dat ik dit nog nooit heb gezien. Dit slaat echt helemaal nergens op. Oké, we hebben hier een of andere futuristische auto. Wajo. Wat is dit voor een lijp ding? Wajo. Oké, dit is dus blijkbaar een of andere auto die dus echt overal overheen kan rijden. Omdat zeg maar die wielen helemaal meegaan. En tegelijkertijd heeft deze auto een soort van ingebouwde slaapkamer en alles achter. Oké, dit is dus eigenlijk gewoon de ultieme camper. Super cool. Dingen die je nog nooit eerder hebt gezien. Een ijshockeystick gemaakt van ijs. What the actual F? Nee, dat heb ik nog nooit eerder gezien. Oké, nou ben ik wel heel benieuwd. Zeg maar, je zou denken dat die kapot zou gaan, toch? Maar deze gozer kan er gewoon lekker mee spelen. Ik zeg je eerlijk, het ziet er wel heel cool uit. En het is wel echt next level ijshockey. Laten we heel eerlijk zijn. Kijk, deze persoon ermee gaan al. Wajo. Wajo. Oké, hij kan hem ook nog eens open doen en het tegelijkertijd uitdrinken. Zo, dan zal je nooit dorstig zijn tijdens het ijshockey. Dat is echt wel heel erg chill. Man uses jetplane engine as a leaf blower. What? Wajo. Oké, dat is lijp. Hij heeft dus letterlijk, zeg maar, de motor gebruikt van een privévliegtuig. En heeft die geïnstalleerd, zeg maar, op een bladblazer. En daardoor, ja, blaast die bladblazer gewoon echt ongelooflijk hard. Als je dit al een keer gezien hebt, dan, dan heb je heel veel gezien. Want dit is zo specifiek, ik heb dit nog nooit gezien. Dit is opnieuw een auto van de toekomst. En dit stuur kan letterlijk van links naar rechts bewegen. Zodat links en rechts allebei bestuurders kunnen zijn. De stoelen kunnen ook helemaal omdraaien. Zodat je gewoon kan chillen achterin. Ik zweer het je, wat is dit allemaal? Alles kan naar voren, alles kan naar links en naar rechts. Ik zie hier een of andere mega grote iPad. Je kan een tafel, je kan lekker theetje drinken in deze auto. Even eerlijk, ik heb zo'n gevoel dat je over 20, 30 jaar liever in een auto zit dan thuis zit. De auto's worden echt steeds gewoon, deze auto's worden gewoon allemaal next level. We've removed the wheel from this aircraft and we are about to put the new one on. But take a look at this. The reason why we've changed it is because it's completely worn. And every time the wheel is worn, this is how it should be. This is how it is. It needs to be replaced. Okay, that's the new one right there that is going to be replaced with. Dit heb ik oprecht nog nooit gezien. I will be attaching that right now. Let's take a look at this. Doing a quick little inspection. Making sure there's no damage, no wear. See if there's anything else that needs changing. Who can name this aircraft? That gives it away, doesn't it? Jack up the wheel. What? Make sure it's got its seatbelt on. Dat is zo cool. Letterlijk een vliegtuig. Ja, dat is dat zou je niet verwachten. Sure, maar vliegtuigen moeten ook nieuwe wielen erop. Als het eenmaal, zeg maar, een versleten wiel is. En dit is hoe ze dat doen. Dit is dus hoe ze de wielen vervangen van een vliegtuig. Nou, dat heb ik echt nog nooit gezien. Mijn vriendin haalt de huid eraf van de kipnuggets bij de McDonald's. Wie doet dat? Dit heb ik oprecht echt nog nooit gezien. Waarom zou je dat doen? Letterlijk, dat krokante is toch het lekkerste van een kipnugget. Oké, we hebben hier een soort van wafelapparaat. En ze doet er een croissantje tussen. Oké, wat is dit voor gekke lifehack? Wat? Oh my god. Nog iets? Dit is iets met koffie of zo. Wat is er allemaal aan het doen? Ik weet niet wat dat is. Dit is melk volgens mij. Daar doet ze suiker bij. Wat gebeurt hier? Volgens mij gaat ze echt een supercool gerecht maken. Oké, dit is nu een soort van schuim geworden. Oh my god. En dan kan je er, denk ik, een soort van latte macchiato van maken of zo. Ze maakt in ieder geval heel simpel allemaal coole gerechten. Er gebeurt heel veel. En het is heel fijn om naar te kijken. Dus ik kijk maar gewoon lekker door. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar het was echt nice. Zeker dat begin met die croissant en die wafelmaker moet ik een keer proberen. Dit heb ik ook nog nooit gezien. Een vliegend stuk ijs. En look at this. It's floating. Have you ever seen something so crazy? Het vliegt letterlijk. Seen something float like this? Hoe kan dit? Is er iemand hier die natuurkunde gestudeerd heeft en mij kan uitleggen wat daar gebeurde? Wist jij dat McDonald's taarten verkoopt voor $9? Nee, dat wist ik oprecht niet. Verkoopt McDonald's taarten voor $9? Iets in mij gelooft dit niet. Maar ik heb ook nog nooit bij de McDonald's gevraagd om taart. Dus het zou wel kunnen. Maar blijkbaar verkoopt McDonald's dus taarten voor $9. Misschien is dit alleen in Amerika. Of misschien kan je dit ook in Nederland en België doen. Ik heb geen idee. Ja, dit zijn dus allemaal dingen die je nog
nooit hebt gezien. En ik denk dat jij nog nooit iemand dit heeft zien doen in de sportschool. Letterlijk je hond meenemen. Wat? Nee, heb ik nog nooit gezien. Net zoals dit. Het is zo koud in Alberta dat je blijkbaar dit kan doen. Oh, we're gonna try and freeze an egg on the sidewalk. Oh my God. This is inspired by Rod Taylor. Dit gaat ze dus doen. Oké. Okay. Kan dit echt? Huh? Oké, okay, de eerste keer gaat echt fout. Oké, okay, ze gaan het nog een keer proberen, maar dan met een kommetje. Oké, okay, blijkbaar kan dit dus. I had to set the egg up with two bananas to hold it. Oh, ze heeft het met twee bananen gefixt. The moment of en nu kan je de bananen weghalen. Oh my God! Dat is oprecht wel heel cool. Van een soort van vliegend ei door het bevroren eiwit. Ja, heb ik nog nooit gezien. Maar heel eerlijk, hoefde ik eigenlijk ook nooit te zien in mijn leven. Dit is een winkel in Korea zonder werknemers. Dit is gewoon letterlijk een winkel waar niemand werkt. En het dus helemaal werkt met self-service. Dus je moet zelf afrekenen. En het heeft gewoon geen personeel. Je kan gewoon letterlijk naar deze winkel toe gaan. En het kan zijn dat er helemaal niemand is. Je wordt in de gaten gehouden via camera's. En je kan eigenlijk zelf afrekenen. En doordat er dus niemand werkt, zijn de prijzen ook super laag. Want de kosten zijn gewoon enorm laag. Kijk, en daar moet je afrekenen en daar leggen ze uit hoe het werkt. Het is gewoon letterlijk een winkel zonder werknemers. Volgens mij heb je niet een paar in Nederland, denk ik. Ik weet het niet. In ieder geval, ik heb het nog nooit gezien. Misschien jij ook niet, misschien wel. Dit waren in ieder geval dingen die ik nog nooit heb gezien. Vond je dit een leuke video en wil je het vaker zien? Wil je hier een 2.0 van zien? Doe dan even dat duimpje omhoog. Ja, ja, daarvoor is hij tenminste. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Als je namelijk abonneert op mijn kanaal, krijg je elke dag een video zoals dit. Al elke dag. Je hoeft hem niet elke dag te kijken, maar je wordt wel elke dag op de hoogte gehouden van een nieuwe video. Ja, dus abonneer zeker even. Daar help je mij enorm mee. En jezelf ook, want dan krijg je elke dag leuke content. Yeah. En dan zie ik je weer hopelijk bij de video van morgen. Mijn naam is Mick en ik zeg Mick out.